Welkom allemaal weer bij mijn nieuwe vlog van Small Talkers. We zijn vandaag op de jaarbeurs in Utrecht. Ik doe zelf nooit op mijn cv zetten dat ik maar 1,29 meter ben om precies te zijn. Het maakt eigenlijk niet uit wat je hebt als jouw kwaliteiten voor dat werk gewoon maar goed is. Ik denk dat netwerken heel belangrijk is, omdat die persoon dan gewoon jou ziet en niet gelijk, misschien heeft hij wel hij of zij een vooroordeel over je, maar door met elkaar te praten denken ze wow. Ja, weet je, ook mensen alles vragen vind ik prima. En dat moet ook, want je moet elkaar leren kennen. En daar hoort ook bij wat je beperking is. En als je zelf niet ervaart in een beperking, dan praat je er ook makkelijker over. ASR is leuk. Moet je even bij ASR aanschuiven, denk ik, sowieso. En Facilicom natuurlijk. Het netwerken is het nieuwe solliciteren. Mensen met een beperking die werk zoeken, hebben toch vaak een cv wat er minder goed uitziet dan mensen die niet ziek zijn geworden of die geen last hebben van hun energiebalans. En dat betekent dat netwerken voor mensen met een arbeidsbeperking nog veel belangrijker is dan netwerken voor mensen zonder arbeidsbeperking. Hoe bouw je een netwerk op? Ik denk door heel veel naar die bijeenkomsten te gaan en jezelf te laten zien en heel positief over jezelf zijn. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het vanzelf gaat, hoe raar dat klinkt. Je kan heel actief naar allerlei netwerkcafés gaan en dat is een goede start. Maar uiteindelijk moet ik ook vanzelf gaan, op verjaardagen, op de plekken waar je al werkt. Je gaat spraken met mensen die het doen wat je leuk vindt, ook al weet je dat je daar nog niet voor gekwalificeerd bent. Weet je, je kunt wel horen hoe je daar kan komen. Nou, als werkgever letten we vooral bij meet & greets op hoe komen mensen over. Zouden ze bij ons in een team passen? Beperking zien we niet. En het is eigenlijk hetzelfde waar je op let als je andere mensen aanneemt. Heel veel werkgevers zitten gewoon te springen om personeel. En daarom ook een oproep eigenlijk voor mensen met een extra uitdaging om ook echt actief die arbeidsmarkt op te gaan. En is dat lastig? Ja. Kan je dat leren? Ja. Wordt het makkelijker? Echt waar.